alles gebeurt in... Mijn kijkers waren heel enthousiast over de volgende gast. Hi boy. Een heleboel vragen over deze gast. Maar vandaag gaat deze gast over haar leven vertellen. En niemand weet het beter dan de gast zelf. Dus, kijk en luister goed. En voor de beste mode is het nog steeds dresscode. Je volgt? Volvo. En kijk goed naar dit poppetje. Blijf dit poppetje volgen. Blijf het volgen. Want hij gaat dingen doen. Daar aan de lala roek weg. Dan volg ik op Chilisi. Kogeluku. Naomi. Eindelijk zo dichtbij geknuffeld, mensen. Tot straks. Ik sleur als een dief in de nacht op zoek naar het pad tot je hart. Beetje bij beetje dichter bij jou. Je blijft hangen in mijn gedachten, zoals je van ware liefde kan verwachten. Altijd trouw, altijd trouw, nooit berouw. Oh baby. Intens. Jij maakt van mij een heel ander mens. Ik maak mijn liefde. We zijn terug. Welkom Naomi. Ai, eindelijk. Naomi, ik ben André, want Marco Jimmy. Nee, dat is helemaal laat me die stem zo. Even van je horen. Laat me checken als die stem echt, als het iets bij die stem was. Geef me hoger. Hoger? Ja, hoger. Oké, Naomi, we gaan bij het begin beginnen. Oké, meneer. Wie zijn je ouders? Mijn ouders, mijn moeder heet Yvonne Ferber en mijn vader was Sonny Herald Davids. Oh, je hebt geen vader meer? Nee, hij is al. Hoe lang al niet? Dat is vorig jaar overleden. Oh, vorig jaar? Ja. Nog gecondoleerd. Dank u. Naomi, wat is je volledige naam? Mijn volledige naam? Aha. Aha. Ik hou niet van mijn tweede naam. Wie mijn tweede naam? Sabrina. Zo'n mooie naam. Ik hou niet ervan. Oh, ik dacht een Gerdardino. Nee. Broers en zusters. Ik heb één broer. Van mijn moeder heb ik een broer en een zus. Dat zijn Alessandro Ferber en Shayna Ferber. En van mijn vader heb ik een broertje en een zusje op Coroni. Dat zijn Jillian en ook Alessandro heet mijn broertje. Mm. En heb ik ook twee grote zusters van vaders, maar die ken ik niet echt zo goed. En wie is Rosilian van je? Rosilian? Aha. Ik weet niet wie dat is. Je weet niet wie dat is? Nee. Dat is Feruska mopo nanga roshin. Feruska ga je slaan hoor. Zo maar die kan gewoon zijn. Naomi, vertel een beetje over je opvoeding. Ik heb vrijwel een vrije opvoeding gehad van mijn moeder. Mm-hmm. Ze heeft ons altijd zelf laten kiezen tussen wat jij vindt dat goed is voor jezelf. Dus ze was streng. Sowieso, als je niet luistert, krijg je een vong. En mijn moeder had altijd een pollepel bij haar. Want vroeger ging ik stiekem met mijn broer voetballen met die jongens, want ik was een beetje tomboy-achtig. Oh. Dan kreeg ik voor samen met mijn broer in de badkamer of je weet nog, als je laat naar huis aha, komt. Aha. Maar voor de rest was mijn opvoeding vrij. Maar waar ben je opgegroeid? Tameja. Wat Tameja? Ja. Oh, daarom wil je daar zitten. Ja, je blok. Maar hoe was het op Tameja? Want Tameja, ik weet van Tameja, ik bleef in de Burnettstraat. Ja? En Tameja was... Een buurt, ik weet niet of het nog zo is, dat moet je me straks vertellen, was een buurt. Inego, ik wil meedrappen zomaar. Oh. Nee, is het nog zo? Nee, ik denk het niet, want mijn vriend is van een andere buurt. Oh, no, dat kenkie. Welke scholen heb je allemaal gezien? Ik zat op de... Hoor. Na de break. Geniet mee van de superleuke Telezuur prepaid voordelen. Zoveel bonus als je wilt met eTopUp. Gratis 100 sms'jes na de eerste 5. Sms bel naar 4006 en bel gratis na 10 uur 's avonds. Gratis bellen na de eerste 3 minuten. Telezuur, keeping us in touch.
3 redenen om Dasani te drinken. Het houdt je gehydrateerd. Het houdt je gezond. Het zorgt voor extra vitaliteit. Drink zoveel Dasani als je lichaam nodig heeft. En voel het verschil. Choose to hydrate yourself. Choose Dasani. Dasani water. Nu wederom verkrijgbaar in alle goed gesorteerde supermarkten. Koop nu uw 350 ml Dasani voor 2 SRD per fles. De halve liter Dasani voor 2 SRD 25 per fles. En de anderhalve liter Dasani voor 4 SRD 50 per fles. Dasani, lokaal geproduceerd door Fernandez Bottling Company. Goedemiddag, papa. Are, Sanwani Bai. Ah, mesuku Ever, papa. Ever, Mimatide. Nee, je post don't leave it over, papa. Srit, Ever. Ever, verherkeuren van uw auto. Lichte vrachtwagens, brom- en motorfiets. Service, onderstelreparatie, scannen, balanceren, uitlijnen. We zijn open van maandag tot en met vrijdag van 8 uur morgens tot 4 uur. Papa, behoed, behoed, lobbykade. Ik ga bijen allemaal. Are, oma, jai. Hai, behoed, behoed. Frut, frut, even. De snelle keuring. Frut, frut, over. De snelle service kan zonder afspraak. Koreastraat 11. Bel met 43 58 28 of 89 88 606. Ja, ja. Wow wasmiddel is goed voor je wasautomaat, maar kleding ook nog schoon. Wow wasverzachter geeft jouw kleding een heerlijke en frisse geur. Importeur en distributeur CF International. En we zijn terug, we zijn terug. En die jongeman, en hij is bezig. Hij is bezig te trainen. Je moet kijken naar zijn metamorfose. Hij wil binnen 8 maanden, binnen 8 weken, wil deze grootgebouwde, gespierde Biggie Berry Riffo wil afvallen. En man, collect me. Is dat weet toch? Sixpack. We gaan hem volgen en we gaan kijken als het hem lukt binnen die 8 weken. Als het hem lukt, moet het ons ook lukken. Laten we gaan kijken naar Refolinho Donjo. Voor de beste mode is het nog steeds dresscode. I love you. Ja? Laten we gaan kijken en luisteren naar de mensen
die hebben gesproken over Naomi Ferber. Hallo. Ik heb een vraag voor u. Maar snel, wat anders. Ja, u mag rijden. U, ja, mag, okay. U mag rustig rijden. Ik heb een vraagje. Ja. Wat vindt u van Naomi Ferber, die zangeres? Ze is toch geweldig? Uh-huh. De stem alleen maar is prachtig. Ja? En is een Surinaamse vrouw. Heeft u een boodschap voor haar? Zo doorgaan en hou je stem rein. Thank you. Zing eens voor mijn amour. Wat moet ik zingen? Wat je wil. Waarvoor staat SMO? Schakeljaar. Schakel Instituut Middelbare Onderwijs. Wist je nog die eerste keer? Wilde je zin en ik dacht steeds aan je. Het gekust, maar je zei een Spanje. En gestel met mijn lipgloss oranje. Hou je van zingen? Ja. Zing een liedje, l'amour. Welk lied moet je zingen? Well, ik heb een inspiratie van haar genomen. Dus daarom, als iemand me vraagt om te zingen, dus dat zing ik. Die karom met grond taboe, afenda taboe. En daarom maak je liefisma, en dan ben mooi futru. Maar di bri bro kokong abef. Ken je Naomi Ferber? Ja. Ik vind het goed. Prachtige stem. Ja. Met een hele leuke dame, dus de manier hoe ze zingt echt mooi. Ja, dat is het zo. Ja, is God given, dus ja. Het is van haar, dus niemand gaat dat van haar sowieso kunnen afnemen. Gaat ze het allerbeste van maken. Oké. Ik wil heel graag inzien, meedoen. Ze wil graag meedoen aan Suripop. Dat wil ik graag hebben. Ja, ze zingt mooi. Ze is ook een mooie dame. Naomi, het moet wel geen moeilijke lied zijn. Dus laten we het maar proberen. Waar is ze? Ze kijkt naar jou. Oh, ze kijkt. Oh, oké. Okay. Mooi. En zo. Even mis op Naomi Ferber. Wacht even. Hou me vast en laat nooit meer los. Hou me vast, ik voel me veilig in je armen. Is goed dan? Niet zo. No. Ze is een goede artiest. Ik hou van de liederen. Ze zingt mooi. Ze moet zo door blijven zingen. Elke vaas heeft je gehoord, okay. En ze heeft je gezien. En Suriname gaat je zien. Mm. En Suriname gaat je horen. Ja? Succes met je zangcarrière in de badkamer. Oké, okay, dankjewel. Hey, Riffo, nog bedankt. Ja, we waren bij scholen gestopt. Ja, klopt. Ja. Hey! Oh. Kijk om hier. Dank u. Reveline, hoe gaat het? Mag ik die greep, simpel? Ja, je mag die greep. Dit is die lefjes, hè? Ja. Heerlijk. Alsjeblieft. Kijk, Revo. Jullie mogen even naar Reveline kijken. Ah, wow. Je hoort dat weer. Het gaat niet open, hoor. Wacht, laat me helpen. Je hebt lange nakels daarop. Maar ik heb zojuist geknipt. Hoi, kort ding. Ja. Voor een na lang zie ik een dame met originele nagels. Laten we even proosten. Ja. Hey. Thank you. Ja man. Ja. Dit is lekker. Ja, we waren gestopt bij scholen. Scholen, ja. Mm-hmm. Mijn lagere school zat ik op de OS Tamega school. Mm-hmm. En daarna ben ik gegaan naar OS Ballona. Ik heb de vierde Milo afgemaakt op de R.D. Simons school. Oké. Okay. Daar zat ik op AMS. Uh-huh. Daar heb ik 2 jaar verspild. Samsa. Ja. Te veel vrijheid toch, dus een beetje gespijbeld en et cetera. Maar wacht, je hebt gespijbeld. Waar ging je? Soeses toch. Oh, Soeses school. Ja, nergens Soeses. Anders. Nee. En daarna heb ik HAVO gedaan. Mm-hmm. En nu zit ik bij het ministerie van OWTC, afdeling luchtverkeer. Oh, je werkt al? Ik ben nog niet vast in dienst, ik loop nog stage. Oh. Dus je hebt de school verlaten? Nee, na HAVO ben ik gegaan. Oh, na HAVO? Oh, ik klaar HAVO? Oh, nee. Ja. Luister nou.
Wat voor soort type meisje was je op school? Want in je jeugdjaren was je boyke-boyke. Ja, ik was boyke-boyke. Was je nog boyke-boyke op denk, school? Op de Milo school begin nog even. Mm-hmm. Ik ben erin gekomen, denk ik, derde Milo. Mm-hmm. Was ik 15 jaar. Had ik meegedaan aan de Song Contest, Little mm-hmm. Singing Stars in 2010. Mm-hmm. Nee, het was Youth Voice. 2000. Oh, STVS. Ja, STVS. Ja. Dus sinds toen kwam er een beetje fame. Dus je kent Bolly? Ken je Bolly? Ja, ik ken Bolly. Ik heb probleem. Maar hij is zo lief. Oh, hij is lief, no? Ja. Oké. Dus sinds toen kwam er een klein beetje veel mensen herkenden me. Dus dan dacht ik van, oké, dan moet een beetje anders maar gaan is, kleden nu. Maar is dat een rol gaan spelen, want je praat over fame. Is dat een rol gaan spelen op je studie? Op mijn studie, niet echt. Niet echt. Niet echt, no? Het was zwaar studeren met mijn zoontje wel. Ik heb een zoontje van 3 jaar. Oh, dus tijdens je HAVO, ja. Ben je zwanger geraakt? Ja. Van wie? Van mijn zoontje zijn vader. Je wil zijn naam niet noemen? Niet echt. Oh? Klopt het dat lied? Welk lied? Wat hij zingt, wat hij laatst heeft gezongen van Gabade. Oh, hé. Heeft hij het over jou? Nou, nu gaan we toch of over voel je, hem moeten okay, praten. Laat me het zo stellen. Voel je aangesproken? Helemaal niet. Omdat ik hem ken, we hadden een relatie van 4 jaar lang. Mm-hmm. En hij is best wel fun, maar ik denk niet dat hij zo'n grap zou uithalen met mij. Oh. Ja. Je was te slow voor mij, je vertraagde mij, word je geen vriend voor mij. Maar nu ben je me kwijt, nu ben je me kwijt, maar nu ben je me kwijt, nu ben je me kwijt. Mijn moeder is van mij en ik ben van april, geef toe je de kansjes voor mijn exjes, nee. Om je vriend geen mag je weer blijven, oké. Je sorry tegen mij, ik ben geen Jezus, oké. Doe niet belangrijk, doe niet interessant, want toen ik je nodig had, zeg maar waar je was. Ik ben geen kleine jongen, ik ben een grote, maar met jou was ventje wel een grote kans, maar... Je moet baden, ik ga niet voor je liggen, je moet baden. Als je mij terug wil, moet je baden. Ik zweer het je schat, je moet baden. Je moet baden, ik ga niet voor je liggen, je moet baden. Als je mij terug wil, moet je baden. Ik zweer het je schat, je moet baden. Nu ben je me kwijt, nu ben je me kwijt. En mijn bestie, nou wat je een nest. Mijn bestie neemt dat meer relax, dus nou belt op mezelf. Mijn best is de heks, en nou wat je een nest, dus nou belt op mezelf. Mijn best is de heks, en nou wat je een nest, dus nou belt op mezelf. All day, all day, nieuwe update. Die je niet deed. Ik ben dankbaar voor alles wat je goed deed. Van mijn bestie mag alles wel all in. En mijn bestie is ready. Mijn bestie is sexy. En die 16, mijn bestie is ready. Mijn bestie is sexy. En die 16. Hallo. Je moet baden. Ik ga niet voor je liggen, je moet baden. Als je mij terug wil, moet je baden. Ik zweer het je schat, je moet baden. En hij heeft me ook gecontact voordat het nummer uitkwam. Veel mensen weten dat niet. Maar hij heeft me gecontact en me gezegd van er komt een song uit. En al wat mensen zeggen, ik heb het niet tegen jou. Oké, hebben ze dat ook gehoord? Ja, hebben ze dat gehoord. Maar wat is met die relatie gebeurd? Nou, het is ergens misgegaan. Mm. Ja, het is misgegaan en ik denk dat we een beetje part ways, denk ik. Het lukte niet meer en hebben we dus ervoor gekozen uit elkaar te gaan. Mm. Oké. Heb je nu een relatie? Ja, ik zit in een relatie. Die naam kan je wel noemen? Ja, natuurlijk. Trots? Wie is dat? Zijn naam is Niffen Cairo. Welke Cairo? Niffen Cairo. Oh, Niffen Cairo. Ja. Oh. En waar heb je Niffen Cairo leren kennen? Niffen heb ik via mijn vriendenkring leren kennen, waar ik naar zaalvoetbal ging. Dus daar zag ik hem echt voor het eerst. Je weet toch? Ik dacht, nou, shiny looking guy. Dus ik zag hem al lang staan. En toen we in contact kwamen, had ik dus door dat hij ook al lang naar me keek. Oh, ja. Al die tijd. Stiekem. Maar op welke type jongens val je? Vroeger, mm-hmm. als ik het even mag verklappen, mm-hmm, mm-hmm. ik ben Chris Brown gek. Mm-hmm. Dus vroeger keek ik alleen naar jongens die een beetje trekken hadden van Chris Brown. En wat is nu met die smaak gebeurd? Sinds mijn zoontjes vader is het gaan veranderen. Oh, ja. Dus je vriend lijkt een beetje op je vader? Op zijn zoontjes vader? Nee. Oh. Het maakt daar niet echt meer uit. Is hij die politieagent? Ja, hij is wel politieagent. Oh. Dus dat klopt wel. Dus je bent die vraag gaan checken. En volgens mij naar de vraag met in de komoro. Nee, zomaar. Ja, ik heb niet gezegd dat ik niet meer wil komen. Je wil verschuiven. Ik wilde verschuiven, maar... Wie heeft je gezegd om het te verschuiven? Gekomen. Niemand heeft me gezegd. Oh. Nee. Ja, oké. Okay. Hij is lief? Natuurlijk. Naomi, waar is het begonnen met muziek? Muziek... Sinds jongs af hoor, zong ik in de kerk. Mm-hmm. Ik denk 5, 6, 7 jaar. En toen ik
8 jaar was dat ik meegedaan naar Little Singing Stars. Echt? 8 jaar. Moet ik even een geheim vertellen dat mensen nu weten. Mm-hmm. Je lange geheim. Geheim, echt veel. Luister. Het was finale, kwam in de finale en dat zou weer eens georganiseerd worden. Mm-hmm. En hadden we dus generalen. 1 dag van tevoren kwam ik voor het eerst in Nis, mm-hmm, als meisje van 8 jaar. En het was zo groot voor me, mm-hmm, want ik was iets kleiner toen. Het was zo groot voor me. En ik had zoveel zenuwen dat ik het eng vond toen ik moest zingen. Ik begon te huilen. Tje. Ik begon te huilen en wilde mijn moeder hebben. En je moeder was niet mijn daar? Mijn moeder was er, ja. Ze kwam me troosten. Ik heb me gesproken van je kan het, je weet te zingen, ga ervoor. En toen kwam die courage een beetje om. Je weet toch, voor iedereen is zo'n grote zaal te zingen. Mm. Ja. En nu zie ik je op tv, nee niet op tv, maar Facebook met een zingende boodschap. Waar is dat begonnen? Goeiedag allemaal, we zijn onderweg om een vrouwde joker die vandaag jarig is op het werk te verrassen. Kom je mee? Goeiedag iedereen. Hallo. Ik ben zo gesteld, van wat doen we hier? Alles goed met u? Ja hoor. Zo mooi. Stichter Sument is ingehuurd om u een zingende boodschap te brengen vandaag. Oké. Okay. En ik heb een pakketje voor u meegenomen. Alsjeblieft. Dankjewel. En mag ik weten van wie het komt? Dat wordt u zo meteen. Oké. Okay. Dit is ook voor u alsjeblieft. Ga iemand er even helpen? Alsjeblieft. Dankjewel. Koekjes. Alsjeblieft. En ook een lekker taartje. Zo, ik heb dit kaart voor u voorlezen. Dan weet u van wie dit alles afkomstig is. Mevrouw Joke Toyos Lito Amakario. Goed gelezen? 34 jaar. Beste mama, we hebben niet veel om te zeggen, maar we willen je dit keer zo in de bloemetjes zetten. Happy birthday, mama, namens Jorinho, Joshua en papa Marinho. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel voor de zingende boodschap. Ja. Zo. You love me so. Like you give me crafty, you numb me so, you give me water, you numb me so, you are the devil go to, me love you, me satan for you, hey, you numb me so. Now you give me gratitude, you know me so, you give me water, you know me so, you are the devil go to, no asma, no matnapu, now you say, mama, nasi biko. Na so mi belleri fude, ano de ta bude, ma aha de ta puche. You mama, that in a you gudu, you papa, that in a you brudu, te you sawa hakalon tu, you musu fukom na de. Go party, 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 go party,
mag jullie van mensen van u bedanken voor dit video. Kindertjes en mijn liefde, hartelijk dank voor jullie surprise. Het team ook getroffen, dankjewel. Alsjeblieft. Hip 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 De zingende boodschap, als ik het mag verklappen, is van Omto, ja. Theo Klaarke. Ja, ja. Veel mensen weten dat niet. Veel mensen denken dat het mijn bedrijf is, maar het is niet van mij. Mm. Ik ben slechts één van de artiesten aangesloten bij de stichting. Stichter Cement van Omto houdt zich bezig met zingende boodschap, samen met Damien Lansdorff en Vanity Doorson. En die drie, althans Omto kwam op het idee, hij heeft mij benaderd, ik denk, 2 of 3 jaar geleden, ik weet niet meer hoe lang zijn boodschap al bestaat, maar hij me benadert dus dat hij dit en dat wil gaan doen. Hij heeft me alles goed uitgelegd. Ik moest de testing in de boodschap doen. Ik heb de eerste paar zingende boodschappen nog gratis gedaan, sociaal. En ja, ja. Hoeveel heb je gratis gedaan? Een aantal. En de Omtobaga? No, hij heeft het juist voor die mensen gedaan om het een naam te geven. Om het te promoten. Tangalanga is maar daarna die body biggie waka, werd ik wel eerlijk betaald. Oh. Ja, ja, ja. Dus je hebt geen problemen met ze? Nee, helemaal niet. Maar het lukt wel? Ja, tot zover wel. Ben je elke dag bezig? Ja, ik heb straks weer één. Oh, hierna ga je? Hierna moet ik weer gaan zingen. Hoeveel kan je verdienen aan zo'n zingende boodschap? Als ik, nou een pakket, is 400, 500 en 600. En mensen denken dat het geld van mij is. Want veel mensen kunnen lachen, zoveel geld neem je. Maar ze snappen niet dat hoeveel een deel... Hoeveel is het? 400, 500 en 600. 3 pakketten. Oh, 3 pakketten. Aha. Ja. Een deel is voor de stichting, een deel is voor vervoer, want we gaan met onze eigen vervoer naartoe. Alles van het pakket wordt uit dat geld bekostigd en artiest wordt betaald. Dus ik hou slechts... Nog je 100 SRD over persing in de boodschap. Je bakka, paste, ik dus 3, 4, 7 ja. Dus eigenlijk moet je het promoten. Mensen bestellen, bestel daar, empowering, zing in de boodschap. En ze doen het heel goed. Heel goed. Oh, ze heeft ook, ik werd ook verrast op mijn jaardag. Ja. En ik wou bijna huilen hoor. Af en tapje in ze zingen, tranen in je ogen. Je gaat straks weer zingen. Met die zieke stem. Je gago. Ik ga iets drinken, maar ik kan je niet zeggen wat ik ga drinken, is weer een geheim. Maar wat doe je als je met zo'n stem? Wat drink je? Ik drink een shot alcohol puur. Oh, en dan brandt het cognac. Een hele beetje. Cognac. Oh, maakt niet uit welke. Nee, geen Hennessy doen. Oké, maar Naomi. Ik heb zingende boodschappen gezien op Facebook. En ik heb die heel mooie clip gezien op tv, op YouTube. Waar je samen met Carter. Is Carter toch? Carter. Lekker romantisch bezig ben. Lekker romantisch. Dat zeggen ze. Ja, ja, ja. Ik heb het gezien en het is een gedurfde. Ja. Volgende naar clip dat die. Nou. Horing. Na de break. Geniet mee van de superleuke Telezuur prepaid voordelen. Zoveel bonus als je wilt met eTopUp. Gratis 100 sms'jes na de eerste 5. Sms bel naar 4006 en bel gratis na 10 uur 's avonds. Gratis bellen na de eerste 3 minuten. Telezuur, keeping us in touch. 3 redenen om Dasani te drinken. Het houdt je gehydrateerd. Het houdt je gezond. Het zorgt voor extra vitaliteit. Drink zoveel Dasani als je lichaam nodig heeft. En voel het verschil. Choose to hydrate yourself. Choose Dasani. Dasani water. Nu wederom verkrijgbaar in alle goed gesorteerde supermarkten. Koop nu uw 350 ml Dasani voor 2 SRD per fles. De halve liter Dasani voor 2 SRD 25 per fles. En de anderhalve liter Dasani voor 4 SRD 50 per fles. Dasani. Lokaal geproduceerd door Fernandes Bottling Company. Goedemiddag, papa. Are, Sanwani Bai. Ah, mensen, hoe even, papa? Even, mi matide. Nee, jouw post doen direct voor Gwena, papa. Srut, even. Even voor het herkeuren van uw auto, lichte vrachtwagens, brom- en motorfiets.
service, onderstelreparatie, scannen, balanceren, uitlijnen. We zijn open van maandag tot en met vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4 uur. Papa, behoed, behoed, lobbykade. Ik ga bijen allemaal. Arre, oma, ajaai. Hai, behoed, behoed. Frut, frut, eefer. Versnellenkeuring. Frut, frut, eefer. De snelle service kan zonder afspraak. Koreastraat 11. Bel met 43 58 28 of 89 88 606. Ja, ja. Wo-wasmiddel is goed voor je wasautomaat, maakt kleding ook nog schoon. Wo-wasverzachter geeft jouw kleding een heerlijke en frisse geur. Importeur en distributeur CF International. Die clip. Ja. Die Want clip een heleboel mensen praten over die clip. Vertel me over die clip. Nou, die clip, het gebaar dat ik met Kater heb gemaakt. Mm-hmm. We proberen uit te beelden waar er over wordt gezongen in dat lied. En het is sowieso gedurfd, vooral voor de Surinaamse zangeres in Suriname. Maar ik durf wel. Mm-hmm. Dus vandaar ik het dus gewoon heb gedaan. We hebben de script doorgenomen. Samen met Rafik Botse. Ja. Hij is altijd op kwaliteit. Mm-hmm. En hij en zijn vrouw werken dan samen aan script voor onze clips. Mm-hmm. En zij hebben dus deze script in elkaar gezet. En toen je het voor het eerst las? Ja. Was je direct akkoord? Ging je direct akkoord? Ik vond het vrij normaal om uit te beelden, ja. Was je aan het vrijen? Nee, we waren aan het acteren. Oh, aan het acteren, maar ja. En je vriend, waar was je vriend? Was je vriend daar? Mijn vriend was niet bij alle shots aanwezig. Maar hij was wel aanwezig? Op een paar. Heeft hij opmerkingen gemaakt? Vond hij het toen erg? Toen hij die afgeronde clip heeft gezien, mm-hmm. Kijk hij even zo van... Je weet toch, mannen gaan sowieso jaloers doen. Mm-hmm. Maar toen zei hij van, oké, is jouw carrière? Je weet toch, ik support je, dus ja. Al maken mensen opmerkingen, ik ben ready. Dat zei hij. En dat heeft me juist meer gemotiveerd. Want weet je wat het lastige is, wat mensen niet begrijpen, is dat je aan het acteren bent. Ja. En als je een man, een vriend bijvoorbeeld, hebt die eigenlijk zwak van geest is, mm-hmm. kunnen ze hem negatief beïnvloeden. Want als je die opmerkingen, naar die opmerkingen luistert van die mensen die geen weet van hebben, dan is hij zwakkie, je gooi niet. En daarvoor moeten we waken mensen. Dat is wel... Jullie moeten voorzichtig zijn met die opmerkingen.
Ik zei, dat ding is acteren, is een show. Die dame was aan het acteren. Ik denk niet dat Naomi Ferber dat zou doen. Ben je verliefd op, was je verliefd op Carter? Nee, ik heb een vriend. Ik zeg steeds weer Carter, Carter. Ik heb een vriend. Bijna wilde ik lastig doen en mensen beantwoorden dat ik dat wel was. Om te kijken wat hun reactie zou zijn. En als zeg ik, ik ben met Carter, dan wat dan? Wat zou hun reactie zijn? Ja, snap ja, je? Ja. Precies niks, dat gaat niets veranderen. Dus als ik zeg van niet, accepteer ze, dat ze, ook ze, zo. Ze zegt ze. Dat gaan we ding. Nou, persoonlijk vind ik het een beetje jammer dat men durft mij te vragen als ik iets zeg met een collega van me. Carter is niet de eerste collega. Ja, langzij Naomi Ferber. En tot mijn zeer grote spijt, en jullie grote spijt, heb ik niets met geen fase. Maar Naomi, kijk weer naar mij. Naomi, maar ben je ooit eens lastig gevallen door die... Yo. Ik zag die vraag. Ja, collega-artiesten. Ja, collega-artiesten. Eerlijk zijn hoor, je mag eerlijk zijn. Kijk, eerlijk. Want code eerlijk, Naomi. Code eerlijk. Ik kan elke man hier vragen, de mo chant you. Jonah gaat het doen. Bolly je chant toch? Oh nee, papa is papa. Ja. Door een paar wel. Maar niet echt lastig gevallen. Ik zou zeggen, misschien opmerkingen gemaakt of contact erbij oefenen. Om te kijken hoe ver ze kunnen komen. Maar als je dan een stopbord zet, dan houden ze ook gewoon rekening. Omdat zij ook hun relatie hebben en hun reputatie hebben. Snap je? Want ik kan dan bijvoorbeeld jou belachelijk zetten van, iemand is er of zo. Ja. Snap je? Ja, of je kan stalken. Of zo. Screenshots. Maar om het te voorkomen, dan zeg ik netjes van, oké, ik zit in een relatie, dus liever niet. Naomi, je zingt ook al kans. Hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Letter voor letter, zin voor zin. En dan gaat het zo goed. Oh, dus kijk, mijn eerste Okaans liedje heb ik met Sniper van Okaans Gang. Hij heeft me Okaans aangeleerd. En het heet Fikami Boy. Is nooit echt een hit geworden, maar men kent het wel. Daar heb ik naar Belmimo gemaakt met hem. Die is ietsje bekender geworden op die digitale rhythm. En het was echt zin voor zin. Hij doet het voor, ik doe het na in die mic. Zo zing ik Okaans. Nu kan ik het wel ietsje vrijer zingen. En dan komt weer een nieuwe, een koffer van een bekend liedje, Okaans liedje, komt de koffer. En dat is ook in het Okaans. Met welke internationale artiesten, of welke internationale artiest zou je graag samen willen zingen? Internationale artiest, zo.
Er zijn er een paar. Maar dan ben ik bij Nederland staat. Nederland denk ik dat ik eerlijk Verena zou willen featuren. Waarom? Verena heeft een mooie swag. En zijn flows zijn nice. Mm-hmm. En hij heeft een beetje, ik vind, omdat ik grote fan van hem ben, ik vind dat hij die game een beetje omhoog heeft gebracht in Nederland. Is waar. Dus ja toch? Is waar. Vandaar dat ik hem graag zou willen featuren. Mm-hmm. Maar Amerika mag niet uit. En niet bekend, want ik over allemaal. En welke optreden is je bijgebleven? Welke optreden is me bijgebleven? Eentje die, waarbij je zegt van, hey, no, dat was, tot dat zou ik aai. Dan moet ik zeggen, het was dan die show van laatst in Senaida, die Latifah show van laatst. Mm-hmm, mm-hmm. Die was echt een goede show. Omdat er heel veel liefde aanwezig was voor mij, er waren veel fans van me aanwezig. Want je moet snappen dat Latifah der crowd ongeveer mijn crowd is. Mm-hmm, jonge mm-hmm, meisjes mm-hmm, die echt mm-hmm, naar ons luisteren. Ja, ja, ja. Snap ja, je? Dus ja. Ze zijn voor Tifa daar, mm-hmm. maar aan de kant kennen ze mijn liedjes ook. Ja, en ze ja. hebben allemaal meegedaan. Ik heb twee wow. op het podium geroepen om te dansen. Wow. En het was echt een mooie show. Nee, kijk, Naomi, ga je eerlijk zeggen. Mina Krintaki, Krilibi Krintaki. Ik ga je eerlijk zeggen, ik had jou nog niet echt op het vizier. Verouska heeft me die naam van je toegestuurd. Dus ik heb het op Facebook gezet. Mm. En ik schrok me een aap. En daarom vond ik het jammer dat je het wou verschuiven. Oh. Ik schrok me een aap van al die likes heb, mm-hmm. die je hebt gehad. Bijna 600 likes. Ja, ja, ja. Veel shares. En die comments. Ja. Ik heb meer positieve comments gezien. Ja. Heeft mij ook verbaasd. Ja, ja. Ik wist nooit dat je fanbase zo groot was. Ik wist het ook niet. Ja, en dat maakt me soms zo emotioneel. Ik wil snel dan. Maar loop je naast je schoenen? Helemaal niet. Helemaal niet. Omdat ik niet zo ben opgevoed. En ik ben juist een van de eenvoudigste artiesten. Zo weet ik zelf. Al ben ik anywhere en iemand komt naar me toe voor een foto of weet ik veel wat. Ik sta altijd klaar. Ik ben altijd bereid. Wat wil je persoonlijk nog bereiken? Persoonlijk? Want je bent jong. Ja, ik ben vrij jong. Ik wil alvast aangenomen worden vast in dienst waar ik werk. Mm-hmm. Dus wie is die minister daar? Minister van OWTC, of wie ook al. Oh, minister Pengel! Ja! City Center, ik ga hem bellen. Daarnaast wil ik mijn carrière zo hoog mogelijk brengen op niveau. Om in het buitenland ook op te treden, Suriname te vertegenwoordigen. En voor de rest een voorbeeldfiguur zijn voor de generatie die volgt na mij. Welke boodschap heb je voor die jongeren? Een boodschap voor de jongeren. Nou, ik zou zeggen, welke camera moet ik kijken? Daar. Kijk, welke camera? Ja, kijk naar Bolly. Nou, ik zou zeggen, wees altijd jezelf. Ga niet mee met de flow, loop niet achter vrienden. Denk na voordat je het doet. Maak iets van jezelf. Vooral de jonge dames, wacht niet op een man om iets van je te maken. Maak iets van jezelf. Maar precies dat doe ik. Ik wacht echt op niemand, ik doe het zelf. En als je dromen hebt, ga ervoor. Je weet maar nooit, als je eens een grote ster wordt of president van Suriname, who knows. En je bent dik geworden. Hé, hey, simpel. Ik ben niet dik. Ik ben... Moloch. Nee, ik ben lekker. Nee. Ik ben fluffy lekker. Maar je wil gewoon zo blijven? Ik vind mezelf goed zo. Ja, ja, ik ja. Ik zou misschien iets plattere buik, dus dan kan ik mijn bikinis weer vrij aandoen. Mm-hmm. Want nu moet ik moet je bij Riffo wezen? Bij Riffo. Ja, bij Riffo kan je wezen. Zware training. Maar goed, het kan. Het ja, kan. Ja. Maar ik vind mezelf goed zo. Ik voel me lekker in mijn vel. Nee, je ziet er prachtig uit. Dank u. No, prachtig. Ik voel me echt lekker in mijn vel. Omdat mensen ook vaak neerkijken op mollige of dikke ja. dames. Ja. Maar ik, het doet me niet hoor. Nee, maar je hebt het goed gezegd. Jij voelt je lekker in je vel. Ja. Ik hoef me niet lekker te voelen in jouw vel. Ja, precies. Ja. Ik dus moet me lekker voelen. Juist, in je vel. Goed zo. Wanneer ze me dat ook zeggen, oh, je buik is groot geworden, het is van mij. Amen, broeder. We gaan het afsluiten. Oké. Okay. Je krijgt van Telesuur. Waar is een. Oh, Biggie Sting. No, dat is Slanky. Het is geen Biggie Sting meer. Na 8 weken is het geen Biggie Sting meer. Okay. Buik naar binnen. Ja, dat was bankstel. Ja, buik naar binnen. Oké, okay, Kalu, zeg maar. Je krijgt van Telesuur, okay. krijg je 50 SRD.
bel te goed, digitaal opgewaardeerd. Thank you. Van een refoshoekje krijg je 25 SRD awards. Ja? Dat mag je in die dingen zetten. Dank in je envelop. En je krijgt van Trans American, hoe heet je vriend weer? Niffen. Niffen, straks mogen jullie dit romantisch thuis gaan drinken. Oké. Ja? Yes, thank you. Je krijgt van CNF International deze afwasseep. Okay. Poeder, ja. Poeder. Poedersheep. Dankjewel. Ja. Kan ik het beneden zetten? Ja, je mag het op de grond zetten. Okay, en yes. Brownie! Het wachten is op onze kok! Je krijgt ook zo'n lefisch. Ja, je mag het nemen. Ze zetten die tafel altijd zo ver. Minstens zijn die maar abanga meer, hè? Dat is voor mij, stom. Ai, boy, ai. Lefisch. Is niet leuk van ze, hè? Ik vind het niet leuk. Is niet eerlijk. Ik ben bijna huilen. Kijk hier, kijk hoeveel moeite ik moet maken om te drinken. Met mijn zieke rug. Ai. Ja. En Brownie heeft die heerlijke Bitawiri voor je klaargemaakt. Yes. Waarom hou je van Bitawiri? Is een lekkere groente. Is een van je lekkerstof is dat alleen eet je? Nee, dus ik hou van alle groentes hou ik van Bitawiri. Ik kan het elke dag eten. Serieus? Van alle groentes. Sopropo ook? Nee. Sopropo is geen groente, man. Nee, sopropo is wel lekker. Nee, is niet ik lekker. Eet het wel. No, man. Maar ik prefer sopropo. Bitawiri. Bitawiri. Na krakti. Dankjewel, onkel Brown. Oh, Naomi. Oh, thank you. Oh, je bent bang om het aan Naomi te geven? Oké. Ja, dankjewel. Dankjewel, onkel Brown. Ja, bye bye. Ja. Thank you. Naomi, jij mag alvast happen. Oké. Okay. En dan ga ik het afsluiten in die middelste camera. Mag ik dat doen? Ja, dan ga ik het afsluiten in die middelste camera. Dat was het voor deze keer. Jullie hebben het allemaal gehoord van Naomi Ferber zelf. Alle geruchten aan een kant. Inschrijf voor Terry over haar leven. Dus laten we even stoppen met dit soort dingen. Ook al welke video jij ziet, want no, dat is een hype. Is dat weer toch? Walo Goud Delver, walo DC, walo Dati. Het is zijn zaak. Kom hop aan even verspreiding. Toch? Want Iwan Jatori, Iwan de geweldig. Jij bent de eerste die het heeft verspreid. Nee, jij bent de domste. Is dat weer toch? Hou op ermee, naar mijn Libby. Het is niet jouw leven. Je hebt het zo mooi gezegd. Wat is het weer? Ja, ja. Ze voelde lekker in haar vel. Het is niet jouw vel. Liep in vel. Zou je dan Naomi? We gaan haar die ondersteuning geven. Ze wil een topartiest worden in Suriname en in het buitenland. Koje a power. Begin die pokus van haar aan te vragen. Ga naar die pokus luisteren. AUB mensen. Pref utak negatief. Die had het idee om top, om stop, om hou op. Liep, aboy! Ja man, even aan mijn handen naar Goodbussy. Liep ik! We gaan het in de middelste kamer afsluiten, Naomi. En dan wil ik die hoge do horen. Oké. Okay. Tatararantan. Tan tan. Tenen ten tenen ten. Ten. Tenen tenen. Ten tenen tenen. Hey! Thank you. Ik sleur als een dief in de nacht op zoek naar het pad dat je haalt. Beetje bij beetje dichter bij jou. Je blijft hangen in mijn gedachten, zoals je van ware liefde kan verwachten. Altijd trouw, nooit berouw. Oh baby. Maak van mij een heel ander mens. Ik maak mijn liefde aan jou bekend. Ik maak mijn liefde aan jou bekend. Ik maak mijn liefde aan jou bekend. Je hebt mijn hart, wees gerust, ik ga nooit weg bij jou. Even naar buiten wil niet zeggen bij een andere vrouw. Dus baby. Geniet mee van de superleuke telesuur prepaid voordelen.
Zoveel bonus als je wilt met eTopUp. Gratis 100 sms'jes na de eerste 5. SMS bel naar 4006 en bel gratis na 10 uur 's avonds. Gratis bellen na de eerste 3 minuten. Telesuur, keeping us in touch.